coração. Veldhuis, het eerste trainingskamp waarin je dochter Hanna hebt meegenomen. Hoe combineer je dat, het moederschap en het topsporter zijn? Nou, ik combineer het moederschap en het topsporter zijn eigenlijk door mijn dochter mee te nemen op trainingskamp. En mijn moeder is ook mee. En nou ja, ik moet zeggen, in het begin was het al even zoeken, want ja, je hebt normaal, ja, de setting is iets anders. En ja, eigenlijk combineer je nu je privéleven met je werk, om het maar zo te zeggen. Dus dat was in het begin wel even zoeken voor mij, maar nu gaat het wel heel goed en het is erg leuk. En, ja, om haar 2 weken te moeten missen, dat zal toch moeilijk zijn voor mij. Is het moeilijk om de focus op het zwemmen te houden? Nee, eigenlijk niet. Het gaat heel goed. En ik denk dat het juist komt doordat Hanna ook hier is. Dat je niet constant zit te denken van wat is er nu en hoe dit. Je weet gewoon dat ze in goede handen is en... Ja, ik kan mijn ding gewoon doen en zij ook. Wie doet de luiers? Jij of je moeder? Ja, als ik er ben doe ik het en anders mijn moeder.